Beste kijkers, goedendag. Ja, elk jaargetij heeft natuurlijk zijn eigen charme. En in de herfst denk je dan al gauw aan paddenstoelen. Juist. En ja, Ad Colmezen uit het Nieuwe Lekkerland die maakte deze paddenstoel in zijn eigen achtertuin. Een vrij exemplaar. Ja, hij moest er wel wat voor over hebben, want hij moest plat op zijn buik gaan liggen om deze paddenstoel dus ja, te fotograferen. Nou, het afgelopen weekend was bijzonder fraai, vooral de zondag. Hè? Lekker veel zonneschijn, aangename temperatuur, met name in het zonnetje was het best lekker toeven. Ja, en de boeren, of de agrariërs moet ik eigenlijk zeggen, op Voorne Putten, die grepen dat weerbeeld gelijk aan om de aardappelen binnen te halen uit uh, ja, toch wel die vette klei op Voorne Putten. Nou, maakt u ook mooie foto's, u kunt dan natuurlijk uh, ja, naar de welbekende website gaan, Rijmond.nl en dan kunt u de foto's zo naar mij uploaden. Nou, vannacht dan hebben we te maken met een zwakke storing die trekt over de regio naar het zuidoosten. Dat betekent bewolking. Af en toe valt er wat regen. Het zijn geen grote hoeveelheden. Temperaturen komen uit op ongeveer 12 graden. En de wind die blijft langs de kust doorstaan, windkracht 5 uit het zuidwesten. Ja, dan morgen overdag, de dinsdag, er komt vanuit het westen het zonnetje af en toe tevoorschijn. Nou, er kan nog wel een buitje vallen, maar heel vaak zal het droog zijn in onze regio. Temperaturen 16, 17 graden. En de wind waait matig boven land, langs de kust vrij krachtig, windkracht 5 uit het zuidwesten. Nou, woensdag de slechtste dag van de week. Dan hebben we te maken eerst met regen, daarna komen er buien op ons af. Het kan even flink doorregenen, misschien wel meer dan 10 liter water op een vierkante meter. Ook een straffe wind, is middags een graad of 15. Donderdag een wisselende bewolking, er vallen dan een aantal buien bij een graad of 13. Vrijdag is dan de neerslagkans weer wat groter op meerdere plaatsen buien, maar u ziet het, de temperatuur kruipt dan wel wat omhoog naar meer normale waarden voor de tijd van het jaar op zaterdag. Ja, en wat is dan normaal? Zou u uh, zeggen? Nou, begin oktober is een graad of 16 normaal voor deze tijd van het jaar. Nou, maak er nog een uh, leuke dag van. heel graag tot morgen.